Yo mensen van Golden Power Productions, welkom bij een nieuwe aflevering van GTA PC Mod Video natuurlijk. En vandaag heb ik iets heel speciaals. Ik moet ook wel even bij vertellen, ik ben eigenlijk soort van ziek. Het is zeg maar nog wel in het stadium van, ben ik nou wel of niet ziek? In ieder geval voel me fucking beroerd. Maar in ieder geval, ja, ik ga het gewoon doen hoor, I don't give a shit. Maar in ieder geval, waarschijnlijk ga ik niet schreeuwen als een hyperactieve idioot, want daar krijg ik hoofdpijn van. Maar misschien ga ik het ook wel gewoon wel doen, omdat ik gewoon scheid heb aan mezelf. In ieder geval vandaag heb ik iets heel speciaals en ik hoop dat mijn computer het aan kan. Ik heb namelijk een tornado mod. Holy shit. Ja, echt een gigantische tornado, dames en heren. Ik kan ze zo inspannen, maar ze spannen ook gewoon in donderstormen. Ik zal een linkje zetten onder in de beschrijving waar ik hem gedownload heb. Ik download alle mods meestal gewoon van gta5mods.com, geloof ik. In ieder geval, ik ga het doen. Ik speel met de controller, maar ik moet dan helemaal naar mijn toetsenbord toe reiken om aan te zetten. Hij zit daar. Oh shit. Oh mijn god. Ik heb nog niet zo heel veel verkeer hier. Er is nog niet veel om in de lucht te vliegen. Oh shit. Dit is wel zwaar voor mijn computer. Maar ik moet even gewoon op een afstandje gaan staan. Dan gaat het al beter, denk ik. Oh mijn god. Dit ding is groot. Cheat. Wat? Pak je zo met je hond. Jezus man. Ja, dat is hem ook dood door die tornado. Zij zit echt zo van. Ja, tornado. Ja, boeien man. Ik ga mijn hond uit laten. Fuck it. Hij komt wel deze kant op. Oh my god. Holy shit. Als ik straks de verkeer aanzet, dan zie je dus al die autootjes ook gewoon de lucht in vliegen en shit. Misschien kan ik zelf ook al vliegen. Let's go! Ook hoe dichter ik bij ga, hoe meer frames ik krijg. Oh shit, gaat dit goed? Michael in de tornado. Oh shit, alles ontploft. Ga erin. Oh, dit gaat fout. Nee, tornado gaat fout. Oh, ik voel mezelf al gaan. Oh, dit is mijn terras. Hallo? Oh, ik ben invincible. Daarom kan ik helemaal niet wegvliegen. En dat is ongein. Holy shit, alles gaat kapot. Zo, ik heb alles goed ingesteld nu. De tornado gaat zijn verwoestende pad tegemoet. Holy shit, daar valt iets uit. Dat zijn mensen. Oh, joh. Oh, deze bot is echt geniaal. Ik wil dat ik een betere computer heb. En die kijken natuurlijk onszelf. Dus maak ik geen zorgen. Dan gaat het ooit wel een keer gebeuren. En dan ga ik het gewoon ook een keer doen. En dan, holy shit. Let's go. Oké. Oh, daar gaan we. Oh mijn god, ik ga recht omhoog. Mijn computer vindt hem. En mijn auto ook. Oh nee, ik word teruggeknald in mijn eigen tennisveld. No. Hoe kan ik dit overleven? Hallo? Wat de hel? Oké, zal ik even het verkeer aanzetten? Oh, hij komt weer hierheen. Hij komt weer. Ik ga met mijn parachute erin. Is dat slim? I don't know. Wow! Tornado. Dit is echt fucking gruwelijk. Die Paulus had het nog zo voorspeld gisteren, hè? Ja, plaatsvliegende tornado's en zo. Ja. Moet je gewoon naar luisteren, Michael. Je zit helemaal verkeerd. Iedereen gaat dood hier. Ik ren er gewoon doorheen. Dat is raar. Oh nee, ik kan er niet doorheen rennen. Wow. Hier zo gillen, man. Hier, het is maar een spelletje, oké? De vijf. Ik loop in de lucht. Nu die auw. Nou, niet meer. Dit is echt hilarisch. Nu rijden er ook auto's. Oh, oeps. Geef je auto. Geef je auto. Ja, dankjewel. Niet zo moeilijk doen. Oprotten nou. Wat voor. Het is niet zo'n mooie auto. Als dat een mooie auto was, ja. Snap ik het, weet je wel. Maar dit, ja, die kan je net zo goed bij het vuilnis zetten, man. Maar ik ben alweer zo'n goede jongen dat ik hem gewoon even adopteer, deze auto. Oh shit. Oh shit. Ik ga tegen de muur, man. Ik ben net Spider-Man. Spider-auto. Oh, ik rij echt serieus tegen de muur aan. Wat de hel? Rip mijn computer. Ik vind het echt prachtig dat hij gewoon ook werkt, überhaupt. Oh, ik wou nou zeggen, waar is die tornado nou naartoe? Nou, dan ga er even naartoe, hoor. Niet wegrennen van mij. Ik weet niet hoe je kan rennen, want je hebt geen benen en shit, maar je gaat in ieder geval heel snel in een tegenovergestelde richting van mij af. En dat ben ik natuurlijk heel vervelend, dus kom hier. Hij gaat allemaal door die gebouwen, daar kan ik er toch niet goed in. Ik wil in je, tornado. Ik wil in je. Ik wil in je komen, tornado. Wow, driefts. Hij zit echt letterlijk in dit gebouw gewoon. Oh, hij komt al hierheen. Kom dan, moet je komen dan. Ik ben niet bang voor jou. In ieder geval op dit moment nog niet, maar zometeen wel. Ja, daar gaat hij hoor. Ik snap echt niet, hoe de fuck kan je dit maken als mod? Het is echt apart en knap dat je dit kan, überhaupt, maar... Oké. Okay. Verderin. Ga vliegen. Woep. Oh ja. Oh, we worden opgeslokt hoor. En weggeflikkerd. Nu zijn wij het oud vel. Holy shit. Ga ik dit overleven? Nou. Ja, ik overleef het gewoon nog. Zet dus eigenlijk een of andere optie aan waardoor mijn auto niet ontploft. En dat is prima, want dan hoef ik niet te respawnen. Alle ambulances en politie waarschijnlijk. En brandweer. En die gaan natuurlijk ook weggesmeten worden. Maar dat vind ik wel leuk. Tornado, kom hier. Ik wil je knuffelen. Die brandweer gaat recht in de tornado.
Brandweerman, nee, daar gaat ze hoor. Daar gaat hij weer. Daar gaat de brandweerman. Oh, wauw. Het lijkt alsof je slow motion vliegt, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar ja, weet je. Dus, ja, ja. Weet ik veel wat ik kan zeggen. Dat is een boom. Die boom is nog irritanter dan een tornado. Oh, er gaat nog een brandweerauto. Oh, holy shit. Als er één ding op mijn kop valt, dan word ik het helemaal gek. Niet zomaar een klein beetje gek, gewoon helemaal gek. Maar wel ook gek van enthousiasme, want dat is gewoon echt een kans die heel klein is. En dat zou natuurlijk gruwelijk zijn. Dus kom maar, ik ben er klaar voor. Tijd om mijn auto's te koppen. Die mensen denken, ik ben toch dik genoeg, ik kan er wel doorheen, die telt maar nooit op. Nou, dames en heren, zo werkt dat dus helemaal niet. En dat gaan jullie zo meteen zelf ook ondervinden. Maar ja, rijden we gewoon gerust lekker door, doet mij het. Ik vind het allemaal om te zien. Oeh, daar gaat hij hoor. Ja, had je toch maar meer Big Macs moeten eten vanmorgen. Wie ontbijt er nou bij McDonald's? Oh, wacht, bij McDonald's hebben ze wel ontbijt. Oké, wie ontbijt er nou met Big Macs bij de McDonald's dan? Ik zeg niet dat het verkeerd is. Vraag me alleen af, oké, laat mij gewoon. En die brandweerauto's blijven maar op en aanrijden en... Holy shit. En die tornado blijft daar een beetje campen. Die is er gewoon klaar mee. Maar wij niet. Want ik wil nu in een vliegtuig. En ik ga gewoon dit vliegtuig midden in de stad spannen. Want I don't give a shit, jongen. Ik ben gewoon een wilde man. Die doet dat gewoon. Dat gaat sowieso fout. Ja, I don't know. Hydra. Yo. Die kan tenminste recht omhoog opstijgen. Are you kidding me? Nee. Uit. Nice. Goed vliegtuigje. Hoe ga je ook weer vooruit? Hallo? Oh. Op die manier. Oké. Let's fly in this bitch. Oh my god. Jullie zien alles in slow motion. Ja, ik ook. Daar niet van. Wauw, ik heb 3 frames per seconde. Dit is een wereldrecord. Oh my god. Oh, ik kan er gewoon doorheen. Oké. Dat was niet wat ik verwacht had. Kan ik er ook in parachuteren? Spring eruit, Michael. Oep. Mooie salto. Oh, vlieg er ook recht in, jongen. Wow, yo. Een tornado. Laat los. Laat hem gaan, Michael. Ik ga er nu invallen. Ik val ernaast. Ik heb weer een parachute. Ik weet niet hoe dat kan. Kijk, als je er echt in zit, dan heb je echt kut FPS. Als je er buiten zit, valt aan mij. Oké, we zijn erachter gekomen. Dat, oh mijn god, die palmo nog veel dodelijker is. Wauw. Nou, lekker dan. Ik ben nu gerespawned uit het ziekenhuis. Zou die er nog zijn, dames en heren? Dat is de vraag die iedereen zich eigen afvraagt. En als niet iedereen zich eigen dat afvroeg. Dan was ik wel degene die zich dat afvroeg. Want ik maak deze video. En ik vul jullie oorgaten met mijn stemgeluid. Au! Verdomme. Nou ja, is gedespawned. Nou, dan ga ik eens even kijken of dat hij ook spawnt in een donderstorm. Thunder. Laten we kijken. Ik weet ook niet 100% zeker of dat hij echt 100% zeker spawnt in een donderstorm. Want ik heb die optie wel aangezet. Maar dan is het altijd nog maar de vraag of hij spant, want het is niet standaard dat hij dus in één keer tevoorschijn komt waarschijnlijk. Ik heb het zelf nog niet getest hoor, ik heb deze mod echt serieus, ja, 5 minuten voordat deze aflevering begon heb ik hem geïnstalleerd. En that's it. Ik heb even getest dat hij het deed, en dat was het, dus ik heb geen idee. Misschien doet hij het, ja weet je, ik kan hem zelf ook gewoon inspannen. Hoppatee. Oh mijn god, alles ontploft. Wat? Ik drukte op dat knopje en alles ontploft meteen. Oh, daar gaan we hoor. Dit geeft natuurlijk wel een veel cooler beeld. Met die donderstorm zo erbij. Wow, daar ontploft iets hard. Wow, daar gaan auto's. Woei. Oh, die gaat hier komen. Die komt hier. Let op. Wat is dat op het dak? What the hell? En er leeft nog. Holy shit. Oh mijn god, er komt hierheen. Meneer, ren. Het is een mevrouw. Ah, dat maakt niet uit allemaal. Ik bedoel het goed met jullie ieder allemaal. Met jullie ieder allemaal. Wajo, alles gaat vliegen. Alles gaat vliegen. Oh shit, ik ga dood. Soort van dood. Ik ga erin. Ik ben net een superheld. Alleen dan ben ik Michael. Oh ja hoor, gaan we weer. Alles vliegt hier ook in die tornado. Wow, check alles hier vliegen. Dit is madness. Deze mod is gruwelijk. Overal prullenbakken. Oh mijn god, ik word geknald door een container. Ik wil hier uit. Wow, wat gebeurt hier? Ik ben dood. Nee. Overal vliegen de prullenbakken. Dit is een drama. Dit is echt mijn grootste nachtmerrie. Overal vliegen de prullenbakken. Allemaal huisafval. Vieze luiers van baby's. Smerige etensresten van mensen. Geamputeerd buikvet van dikke vrouwen. Allemaal in die tornado. Wat verdamme man. Mijn hoofdpijn begint een beetje weg te trekken. Dus misschien is GTA gewoon mijn medicijn. Holy shit.
Dat vind ik zo gruwelijk, hè, aan GTA de PC en... Het waren alleen op de Next Gen, maar dat die controle zo hard gaat trillen bij donderstormen. Ja, dat zal op de 360 en op de PS3 waarschijnlijk ook wel zo zijn. Alleen die controllers op de PS4 en de Xbox One, die... Oh mijn god, een tornado! Ik wou zeggen dat die controllers iets meer trillfuncties hebben. Dus dat voelt het natuurlijk een stukje gruwelijker. Maar de spannende tornado recht voor mijn bak is. En dat is natuurlijk heel eng. En wat doet die politieagent? Oh, die gaat gewoon een beetje achter het dieven aan. Nou ja, het is maar waar je prioriteiten liggen natuurlijk. Maar ja, er gaan allemaal mensen dood door die tornado. Maar die agent die gaat gewoon achter iemand aan die een handtasje heeft gestolen, hoor. Oh, een tornado in een tunnel. Wow, dit kan helemaal niet, hoor. Dit is nep. Kom dan. Ik ben niet bang. Ik heb gewoon zin om te vliegen met al deze andere mensen. Wow, 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 wow. Als ik nu uitstap, val ik er sowieso vanaf of niet? Oh, wacht, ik kan niet aan die kant uitstappen. Jammer! Dat geluid van die man. Oh, ik zou zomaar een voice actor kunnen worden vergeten. Ja, ik ben echt een goede imitator. Oh, daar gaan ze weer, de prullenbakjes. Oh shit, alles oploft weer. Hoe kunnen prullenbak nou oploffen? Hé, wat doet die prullenbak daar nou weer? Je bent helemaal gek, man. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ik ren in de lucht, ik ben Superman. Super Michael, holy shit. Rip. Holy fucking shit, een vliegende, brandende auto, dames en heren. Dat is niet iets wat je iedere dag ziet. Ja, toen hadden we ook niet, maar ja, daar hebben we nu onderhand al wel 10 minuten achter elkaar gezien. Oeh, flats, al die mensen dood. Nou, holy shit, deze mod is gruwelijk. Beetje jammer voor de frames, maar boeien. Ja, er zijn belangrijke dingen in het leven, zoals een glaasje water. Maar wat nog belangrijker is om een duimpje omhoog achter te laten. Druk je duim omhoog, dus en tot de volgende keer. Later.